Optimisme, dat is ver weg het beste. Pessimisme leidt tot niets. Klopt. Je moet kijken naar de mogelijkheden. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik dan lees over de plastic soep in die oceanen. Van al ons afval, ons plastic, wat we dan maar in die zee gooien. Dan kan ik helemaal wanhopig van, dan denk ik, mensen, wat doen we? Wat zijn we aan het doen? Hè? Ja, het is enorm treurig. Ik heb een jaar geleden, iets meer dan dat, een lange zeilreis gemaakt over de oceaan. Helemaal naar Latijns-Amerika. En dus onderweg ben ik echt met heel veel stukken van de oceaan in contact gekomen. En dus wat ik vaak voel, is dat heel veel mensen inderdaad de oceaan totaal niet goed behandelen. Omdat ze daar zo ver van afstaan. En omdat ik zo dicht bij de zee sta, heb ik het gevoel dat ik daar ook veel meer om geef. Met liefde. Ja, je moet er niet aan denken dat we die enorm rijke zeeën zo vervuilen. Ja. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Nee, integendeel. Nee, het is echt super erg. En het is één van de vele gevolgen. Maar als we zien hoeveel biodiversiteit ook in de zee aan het kapot gaan is. En de koralen in de zee. En hoe een grote impact dat ook heeft op ons als mensen. Ik word daar echt emotioneel van soms. Ja, als je kijkt daar bij Australië, hè, dat is aan het verloren gaan. Ja. Nou, dat is niet te geloven. Ja. In zo'n schitterend gebied moet dat zijn. Ik ben er helaas nooit geweest. Het zal er ook niet meer van komen. Ja. Maar als ik dat lees, dat is vreselijk. Ja. Maar ook als ik de walvisvangst, als je dat ziet. Hè? Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar... Dat is verschrikkelijk, hè. En dat is opnieuw menselijke activiteit. Hè? Daar is absoluut niks natuurlijk aan. Ja, het gebeurt overal. En het is voor mij het enige dat ik zie als ik naar die dingen kijk, is wat kan ik als persoon daar zelf aan doen? En dat is stoppen met vis eten en mijn acties en dit en dat. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat zien gebeuren en niet weten hoe dat ze daar zelf iets aan kunnen doen. Of hoe dat ze daar zelf mee kunnen omgaan. En die machteloosheid eraan is zo zwaar voor mij. Ik kom dat ook heel veel bij toespraken tegen. De vraag is, wat kan ik doen? Ja. Hè? Ja. En dat is dan eigenlijk vaak weinig. Ja. Je kunt wel wat doen. En dat helpt dan ook een klein beetje als je dat doet. Het helpt vooal omdat de omgeving het ziet. Ja. En het misschien na gaat doen. Exact. En verder kun je de goede politieke partij kiezen om op te stemmen. Ja, ik merk dat vaak ook op onze klimaatacties en klimaatmarsen. Dat mensen komen en meemarsen en zeggen, ik ben helemaal mee in uw verhaal. En ik snap dat er een urgentie is. Maar wat moet ik hieraan doen? En voor mij is elk wat je net zegt, van, ik merk dat als mensen beseffen hoeveel macht dat ze hebben, in de zin van, ik heb de macht om honderden andere mensen te kunnen inspireren, net zoals dat ik deed, dan wordt dat een sneeuwbaleffect. En dan beseffen we dat we als mensheid allemaal 1 of 2 of 3 andere mensen kunnen inspireren om te veranderen. En dat we zo een hele maatschappij aan gedragsverandering kunnen doen. En langs de andere kant, inderdaad, zoals gezegd, die politieke druk en zorgen dat de mensen die wij verkiezen, de mensen waar wij ons vertrouwen in leggen, dat we die ook echt vertrouwen om actie te ondernemen. Ik zeg ook altijd tegen mensen, als je minder vlees gaat eten, dat helpt. Ja. Dan gaan andere mensen misschien ook minder vlees eten. Maar door mijn loopbaan denk ik natuurlijk in de eerste plaats vaak aan de politiek. Absoluut. Zeg, politiek, waar kiezen we jullie nou eigenlijk voor? Om te zorgen dat de wereld op de goede manier wordt behandeld. Dus doe dat dan ook. Ik heb eigenlijk een heel specifiek moment waarop ik heb beslist dat ik activist wilde worden. En dat is toen dat mijn mama mij heeft meegenomen naar een vluchtelingenkamp in Calais. Waar ik dus heb gezien met mijn eigen ogen hoe verschrikkelijk slecht het gaat met mensenrechten in de wereld. En hoe geprivilegeerd dat ik ben. Dat ik mij over al die dingen geen zorgen moet maken. En toen heb ik eigenlijk beslist, ik was toen 14, ik wil activist worden. Ik wil niet dit zien en daar onverschillig mee omgaan. En dan daarna ben ik beginnen beseffen dat mensenrechten enorm gelinkt zijn aan klimaatopwarming. En dat dat één verhaal is en dan ben ik dus ook klimaatactivist geworden. Nee, dat is interessant. Want er zijn denk ik 2 enorme problemen op het ogenblik. Dat is een humanitair probleem. Dat zie je in die vluchtelingenstromen. En een ecologisch probleem, in het klimaat. En ben jij dus begonnen met het humanitaire probleem. Ja. En daar heeft het klimaatprobleem zich bijgevoegd. Ja. Omdat het verbonden is met elkaar. Ja, klopt. Ja, want ik heb gewoon beseft dat de klimaatcrisis
de grootste bedreiging is voor mensenrechten tegenover heel de wereld. En dat het de planeet gaat uiteindelijk wel overleven. En er gaan heel veel diersoorten sterven. En de mensen, een groot deel van de mensen gaat uitsterven als we niks doen. De planeet op zich kunnen wij niet kapot maken als mensen. Maar dus voor mij heb ik beseft, de klimaatcrisis is een grote crisis voor mensen. En dus als ik iets wil doen aan mensenrechten in de wereld, zal het zijn door klimaatactivist te worden. Ja, het IPCC, dat Intergovernmental Panel on Climate Change, voorspelt miljoenen klimaatvluchtelingen ja. voor de toekomst. Ja. Ja. Maar trouwens, ik denk dat de mens wel de planeet kan vernietigen, hoor. Althans, het leven op de planeet. Het leven op de planeet, absoluut. Ik denk niet dat het zo gauw gaat gebeuren. Het is nog zeer oplosbaar, maar het kan wel. Het kan. We zitten echt in een existentiële crisis, absoluut. In de geschiedenis van het leven op aarde is al 5 keer... is die natuur met uitsterven bedreigd geweest. Ja. En nu, voor het eerst, doet de mens dat. Ja. En ja, als de temperatuur hoog wordt, dan kan het heel ver gaan, die vernietiging. Ja, absoluut. Dus bij mij was dat een heel specifiek moment. Maar ik weet niet of dat bij u ook echt een specifiek moment is geweest waarop dat u activist besloot te worden. Nee, dat geloof ik niet. Het is vanaf kleinkind af aan vanzelfsprekend geweest. En dat komt hoogstwaarschijnlijk door mijn ouders, vooral mijn vader. Was een stadsjongen, een dominee in een driedelig pak. Een keurige meneer, maar hij hield zo van de natuur. Hij was altijd bezig om in de vensterbank de planten te verzorgen en wist de doodste cactus nog tot bloei te brengen. En dan ging hij naar de tuin en dan zette hij een kip op eieren, een broedse kip. En dat is zoiets moois als je dat ziet. Zo'n kip die wil dan op die eieren zitten. Gingen we er eens per dag naartoe. Een beetje voer. En dan kwam die eraf. Even wat eten, even wat drinken. Even een grote drol ver van de eieren leggen. En dan gauw weer terug om die eieren niet te laten afkoelen. En dan precies 3 weken later, dan kwamen er kuikens uit die eieren. Ah, dat is zo'n, ik weet niet, heb je het ooit gezien? Zo'n kloek met kuikens, dat is zoiets moois. Ja. Die kloek die daar voorzichtig loopt om niet op die kuikens te trappen. En een broodkruimel nog in kleinere stukjes hakt om die kuikens dat te kunnen laten eten. Dat is onvoorstelbaar vertederend om te zien. Nou, zo ben ik opgegroeid. Ja. En altijd wees mijn vader op de natuur. En die zei niet, moet je eens kijken wat een mooie boom. Hij zei, moet je eens kijken, dat is een prachtige boom. Het is een eik. En dan kan je vertellen, het is een wintereik. En er zijn ook zomereiken. Wat het verschil is. En dan wordt het vanzelfsprekend dat je houdt van die natuur. Ja. Dus bij alles wat ik deed, was het vanzelfsprekend. Als je een spin ziet lopen, daar trap je niet op. Moet je kijken wat een mooi diertje dat is. Probeer hem buiten te krijgen, maar trap er niet op. Mm-hmm. En als je zo bent opgevoed, als je dan in de politiek komt, dan begin je meteen de natuur te beschermen in die politiek. Dus ik probeerde de Waddenzee schoon te houden en de Oosterschelde enzovoort. Het is altijd, niet een moment. Het is altijd er geweest. En is het ook altijd meer en meer geworden? Want ik heb dat ook met naarmate dat ik ouder word en mij bewuster word van hoe ernstig het is, dat ik ook meer dat breder begin aan te pakken. Ja, mijn zorgen nemen toe, hè? Ja. Al heel lang. En nu heb ik het grote voordeel dat ik niet alleen een natuurwetenschapper ben, maar ook de politiek goed ken. Ja. En de mogelijkheid heb gekregen om in boeken het in romanvorm aan de mensen voor te leggen. Ja. Dan bereik je heel veel mensen, dat weet je intussen ook. Hè? Ja. Ja, als je erover schrijft, bereik je heel veel mensen. Ik vind het ontzettend mooi dat jij, jonge vrouw, je daar zo mee bezighoudt. Want het gaat om jullie toekomst. Ja. Mijn toekomst is nog maar weinig. Maar die van jou is nog veel. En van je generatiegenoten. En wij, oudere generatie, hebben het zover laten komen in 1 mensenleven. Hebben we het zover laten komen, zijn we jullie toekomst aan het verpesten. En daarom zou ik zeggen, pik het niet langer. En jij bent iemand die dat ook doet. Je pikt het niet langer. Ga in staking. Roep. Stop. Doe het anders. En je roept de jeugd op om zich ermee te bemoeien en het niet langer te nemen. Wat wij met jullie toekomst aan het doen zijn. Ja. Heel erg belangrijk. Ja, en ik ben het absoluut mee eens. En ik denk dat zoveel jongeren beginnen beseffen dat wat er nu aan het gebeuren is niet normaal is. En dat we het inderdaad niet gewoon kunnen pikken. Maar dat rebellerende,
ik merk dat dat echt nog iets heel moeilijk is. Dat heel veel jongeren echt nog vastzitten in een idee van, ah ja, maar onze volwassenen zullen het wel oplossen. Onze politici zullen het wel oplossen. Terwijl dat wij het inderdaad zijn als jonge generatie die gaan moeten zeggen, stop, het gaat over onze toekomst en wij eisen dat er hier veranderingen komen. Ja, jullie worden ook opgevoed met een idee van de economie moet groeien. Ja. En met eigenlijk de hebzucht als motief. Ja. En jullie beginnen toch ook te begrijpen, ja, dat is niet het leven. Dat is niet het leven en dat is niet duurzaam. En heel het kapitalistisch systeem gaat gewoon herdenkt moeten worden. Want wij als jongeren kunnen daar niet verder leven. En zelfs verder dan dat. Zelfs als het gaat over onze toekomst, denk ik dat heel veel jongeren ook beginnen beseffen dat de ongelijkheid tussen de westerse wereld en de rest van de wereld ook niet meer duurzaam is. En dat wij daar ook echt een heel groot verschil in die ongelijkheid willen beginnen maken. Ja, de rijke westerse wereld heeft de aarde uitgeput. Ja. En de armere deel moet daar maar mee leven. En je ziet ook dat zo'n klimaatprobleem eerst de armste treft. Absoluut. Wij kunnen goede dijken bouwen in Nederland, daar zijn we erg goed in. Dus wij redden ons wel met een stijgende zeespiegel, maar Bangladesh niet. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Miljoenen mensen gaan lijden onder het feit dat wij in de rijke westerse wereld ons privilege hebben uitgebuit in luxe. Ja, absoluut. En wij zeggen tegen Brazilië, kap die oerwouden niet. Maar we hebben het zelf wel gedaan in Europa. Ja, absoluut. Dus hebben we ook een verplichting naar Brazilië om ze dan te helpen. Absoluut. Absoluut. En in tegendeel, er gebeuren zelfs nog heel veel handelsakkoorden tussen bijvoorbeeld Europa en Brazilië rond het Amazonewoud, waarbij dat wij als Europeanen zelfs verantwoordelijk zijn voor het kappen van die bossen. Dat is dat, ja. Dus het is echt enorm extreem. En het is inderdaad een feit dat wij als jongeren ons vaak richten naar de oudere generatie. En ik vind dat ook heel belangrijk dat er heel veel mensen zich richten naar de jongeren, inderdaad. Om te zeggen, jullie als jongeren hebben het recht en de kracht en de macht om hier tegen te vechten. En absoluut, het is een recht van jullie. Ja. Om niet naar een slechtere wereld toe te gaan. En dat is heel erg belangrijk. En weet je, de manier waarop we het nu doen gaat het helemaal verkeerd. Maar het probleem is nog oplosbaar. Mm-hmm. En als jullie als jongeren zeggen, dus los het dan ook op. Verander die samenleving, de manier van leven, ja. Dan hebben jullie groot gelijk. Ja, dat moet je doen, vind ja. ik. Kijk, het wezenlijke probleem van de klimaatverandering, er is meer, er is ook de biodiversiteit, dat weet je ook wel, is natuurlijk dat we fossielen verbranden. Mm-hmm. Daar komt CO2 vrij en dat is een broeikasgas. Dan kan de zonne-energie er makkelijker in mm-hmm. dan de aardwarmte eruit. En als de energie beter binnenkomt dan eruit gaat, dan wordt het warmer. Zoals in een broeikas. Nou, dus eigenlijk komt het er altijd op neer als het over het klimaat gaat. Hou op met fossielen verbranden. Ja. Dat betekent dat we de wereldwijde infrastructuur van olie. Over de hele wereld kun je een liter olie voor een redelijke prijs kopen. Dat is nogal wat. Die moeten we veranderen in een infrastructuur van duurzame energie. Dat kost. Ten eerste is er genoeg energie, ja, duurzame energie. De zon schijnt ieder uur op aarde meer energie dan de mensheid in een jaar gebruikt. Dus er is genoeg. Het is ongelijk verdeeld. Ja, dat is zo. In het zuiden is meer duurzame energie dan in het noorden. Maar dat is met de olie ook. Die is ook ongelijk verdeeld. Dat hebben we ook opgelost. Dus dat is niet het probleem. Er is genoeg. De ongelijke verdeling kunnen we mee aan. Is het dan betaalbaar om dat te gaan doen? Nou, een werkgroep van D66 heeft uitgerekend net dat het gaat kosten 5000 miljard dollar per jaar, decades lang, om dat op te lossen. Als ik nou naar Nederland kijk, Nederland heeft 1% van de economie is Nederlands. Dus dan moeten wij ook 1% voor onze rekening nemen. 50 miljard dollar, 45 miljard euro. Per jaar. Dat kunnen we in Nederland helemaal niet kwijt, die investering. Mm. Dus moeten we dan naar de landen gaan waar de zonne-energie is en daar gaan investeren. En die energie, net als de olie, ook importeren. En op die manier is het oplosbaar. Je kunt gewoon uitrekenen dat het oplosbaar is. Ja. Je moet alleen willen.
Het is oplosbaar en er is geen alternatief. Dus er is inderdaad maar één weg. Maar inderdaad, zoals gezegd, heel de infrastructuur veranderen en onze energievoorziening, dat vraagt echt om een systeemsverandering. Het systeem van een maatschappij dat verslaafd is aan fossiele brandstoffen, dat moet veranderen. En wie moet dat doen? Natuurlijk in de eerste plaats de politiek. En dan heb ik lang genoeg in de politiek gezeten om te weten dat je iets politiek alleen maar voor elkaar krijgt als de mensen het willen. Ja. Nou, waarom zouden de mensen nou niet willen voor hun kinderen? Ja. Dan weet ik maar één antwoord, dat ze niet weten. Ja. Dat ze niet echt doordrongen zijn van de noodzaak. Ja. En dus zijn jij en ik bezig om het ze te laten weten. Absoluut, ik ben het helemaal met u eens. Ik zeg in alle interviews, het grootste probleem is niet dat mensen niet willen. Het is het feit dat mensen niet geïnformeerd worden door de media en door de politiek. En in de maatschappij moeten we mensen meer beginnen informeren. Ik denk dat de klimaatmarsen zelf waren eigenlijk vooral gefocust op politieke druk. Dus niet eens op, we willen de mensen gaan informeren. En natuurlijk was dat een neveneffect van onze acties. Maar het hoofdpunt van de actie is, politieke leiders, wij vertrouwen jullie om onze toekomst serieus te nemen. En dus er moet beleid worden gevoerd. Maar natuurlijk, doordat dat zo'n grote acties zijn geworden met miljoenen mensen van over heel de wereld, is dat in de media ontploft en is er superveel geïnformeerd. Zijn er boeken vrijgegeven, zijn er boeken geschreven. En ik denk dus inderdaad dat die informatie en de communicatiestijl en de manier om mensen te betrekken echt is door informatie. En doordat mensen beseffen dat er geen alternatief is. En ik denk dat een van de grootste problemen daar is dat wij, zeker in Europa, nog steeds veel te veel het gevoel hebben dat het heel ver van ons weg is. En dat het pas binnen een paar eeuwen gaat gebeuren en dat het niet ons probleem is. Ik denk dat die marsen echt ook helpen, hoor, voor de bewustwording, ja, en politieke druk. Politiek gaat ook denken, god, als dat doorgaat, wat doen we daar dan mee? Ja, maar mensen laten weten, ik heb de gelegenheid gekregen om boeken te schrijven, romans, waarin het voorkomt, het probleem. En die hebben het, dat is een manier die ik probeer te gebruiken, toespraken enzovoort. Zoiets als wat we nu zitten te doen, met elkaar daarover praten. Maar mensen moeten niet bang worden, daar heb je niks aan. Als ze bang worden, doen ze niet de goede dingen. Mensen moeten ook ervan geïnformeerd worden. Mensen, het is ernstig, maar het kan. Het is oplosbaar. Ja. Dat moeten we ze vertellen. Ja. Ja. Niet alleen maar bang maken. Nee, absoluut niet. Maar ik denk ook dat ook wel de boodschap was van het IPCC-rapport. Het gaat nog sneller dan verwacht en het is nog dringender dan verwacht. Dus we moeten in actie schieten in plaats van bang te worden, inderdaad. Dus ik ben het helemaal mee eens dat mensen bang maken geen goede manier is van. Maar ik denk dat het grootste probleem dan is dat we inderdaad zien dat mensen niet goed weten wat het alternatief is. Ja, ik zag pas een televisieprogramma en dat ging over de opslag van energie. Dat is heel belangrijk, want die zonne-energie die is er 's middags en 's nachts niet. Je moet energie kunnen opslaan. Mm-hmm. Lieten zien hoeveel initiatieven er zijn van particulieren om energie op te slaan. En ik dacht, waarom doet de overheid dit niet? Stop daar geld in, laat dat gebeuren. Er is zoveel mogelijk. Mensen zijn zo slim. En ze hebben zoveel ideeën. Het is allemaal oplosbaar. Mm-hmm. En kijk, als ik een toespraak hou over dit onderwerp, dan kan ik heel makkelijk praten naar catastrofes toe. Naar enorme rampen in de toekomst. Naar diepe armoede, naar grote sterftes. Maar ik vind het veel leuker om te zeggen hoe je het oplost. Zeggen, het enige, mensen, is dat jullie meedoen dat je het wilt. Maar ik denk dat we daar helemaal hetzelfde over denken. Hè? Voor mij persoonlijk heb ik inderdaad heel vaak gemerkt hoe bang en agressief mensen reageren op dit verhaal. En dat we natuurlijk duizenden mensen hebben die mee zijn, maar ook zoveel mensen die zo heftig reageren. Waar ik zelf ook echt van verschoten ben. Echt op fysiek agressieve manieren tegenover mij. En ik denk dat daar opnieuw de conclusie is dat mensen niet genoeg geïnformeerd zijn. En dat mensen kwaad zijn bijvoorbeeld op klimaatbewegingen, omdat ze het gevoel hebben dat wij hen dingen gaan afpakken en dat wij minder van dit en minder van dat en je mag niet meer dit. En dus niet geïnformeerd zijn over de realiteit van de crisis en de andere wereld waar we naartoe aan het bouwen zijn. Ja, daar zul je wel meer last van hebben dan ik. Maar mij, ik word uitgescholden dat ik seniel ben en dat ik mijn mond moet houden omdat ik stokoud ben. En dat ik het niet meer begrijp en zo.
Ja, dat is onvermijdelijk, dat krijg je. Als mensen bang zijn dat ze het slechter krijgen. Ja. En je moet ook eerlijk toegeven, het gaat natuurlijk wat kosten. Het gaat natuurlijk iets afdoen aan die enorme welvaart. Je kunt niet meer voor bijna niks over de wereld vliegen. Dat kan niet. Nee. Daar moeten we mee ophouden en dat willen mensen niet. Ja, dat is niet anders. Daar moeten we mee leven. Daar moeten we de strijd tegen voeren. Tuurlijk, absoluut. Maar dat, voor mij is dat dus gewoon het eerlijke verhaal. Van, ten eerste, het is niet normaal dat we dat... In 2018 heeft maar 4% van de bevolking in de wereld internationaal kunnen vliegen. Dus al dat idee dat wij dat maar normaal vinden, dat wij naar overal kunnen vliegen, komt al voort uit een enorme luxe en privilege dat staat op uitbuiting. En dus dat moet in de eerste plaats al in vraag worden gesteld. En dan inderdaad het alternatief moet worden geboden. Wat kunnen we daaraan doen? Zoals elektrische vliegtuigen en zo. Die ontwikkeling is bezig. Maar de essentie van het verhaal is, wij leven nu in een bepaalde luxe die wij eigenlijk niet mogen hebben. En die enorme ongelijkheid in de wereld voortbrengt. En daar moeten we gewoon mee stoppen en we moeten onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Ja, dat is zo. En helemaal niet zo dat die enorme luxe tot armoede leidt. Het leidt tot wat minder luxe. Ja, maar exact. Elektrisch vliegen, dat is nog heel ver weg. Onder andere omdat we die energie niet mee kunnen nemen. Maar er zijn alternatieven. Je kunt een ander soort kerosine gebruiken die op een natuurvriendelijke manier wordt gewonnen. Er zijn echt overal alternatieven voor. Ja, ja, tuurlijk. En treinen en bussen en met de auto. En ook alles wat wij eten of de manier waarop wij ons kleden. Er bestaan nu wel winkels die duurzame kleding hebben. En er bestaan heel veel alternatieven voor vlees en vis en dit en dat. Maar mensen moeten natuurlijk wel geïnformeerd worden. En voor mij als activist, moet ik eerlijk toegeven, is het soms moeilijk om positief te blijven en hoop te blijven hebben als het de 8e keer is in een week dat iemand mij uitscheldt over mijn verhaal. Als de politiek iets ontmoedigt of zelfs verbiedt, dat valt reuze mee. Neem nou het roken, hè? Dat hebben we toch een heel eind door politieke maatregelen afgeschaft. Ja. Dat kan best en zijn de mensen helemaal niet doodongelukkig van geworden. En dat geldt voor heel veel dingen. Valt wel mee. Als de mensen, leg het ze op, doe wat verstandig is en als het niet al te gek is, dan gaan de mensen heus wel mee. Ja. Ja. De meeste mensen deugen heus wel hoor. Ja. Dus, het valt me altijd op hoeveel mensen toch eigenlijk heel aardig zijn en best wat willen en iets over hebben. Je zag het ook bij de watersnood in Limburg en België en in Duitsland, hoe hulpvaardig de mensen waren. Voor mij persoonlijk en voor veel klimaatjongeren, alles wat wij doen is naar de politiek gericht en niet naar mensen. Dus wij willen echt dat de politiek dingen verandert. Dus ik denk net zoals u eigenlijk dat ik geloof in het feit dat de politiek dit moet oplossen. Omdat zij de enige zijn die een beleid kunnen schrijven dat een hele maatschappij van koers kan doen veranderen. En dat dat inderdaad mogelijk is met het juiste verhaal. Maar momenteel zijn wij enorm kritisch over de politiek omdat het beleid er natuurlijk gewoon niet is. Ja, dat is heel begrijpelijk dat jullie daar kritisch over zijn. Want de politiek heeft heel veel eigen belangen die niet maatschappelijke belangen zijn. Exact. Maar ja goed, ik heb er ook lang genoeg in gezeten om te weten, het is ook heel erg moeilijk in de politiek om dingen te doen die mensen niet willen. Dan komen we weer terug op wat we eerder zeiden. Dus het moet er ook op gericht zijn om mensen eerst te laten weten waarom het belangrijk is en ze dan mee te krijgen. Ja. Maar de politiek zou ook weer wat meer moraliteit kunnen gaan tonen. Ja. En de dingen die jij zegt, hè, over hoe belangrijk het is dat we eerlijk zijn naar de wereld toe. Ja. Dat we niet alles voor onszelf houden. Dat we beseffen wat we de rest van de wereld hebben aangedaan. Mm-hmm. Die morele vraagstukken die zou ik weer meer willen horen in de politiek. Ja. Ja. Ik vind dat de politiek is toch berust toch op principes. En die zijn een beetje verschillend bij socialisten, bij christenen, bij liberalen enzovoort. Maar dat teruggrijpen op de fundamentele principes zou ik meer willen horen in het debat. Ja. Als een politicus die gekozen is, als die een besluit moet nemen, dan hoort hij de vraag te stellen, wat vind ik rechtvaardig? A of B? En dan zijn de oplossingen natuurlijk verschillend van een socialist of een conservatief of... Maar de discussie, waarom vind ik dat nou rechtvaardig? Mm-hmm. Dat leidt tot compromissen die rechtvaardig zijn. Mm-hmm.
denk ik. Mm-hmm. En dat doet de politiek te weinig en dan verlies je ook het vertrouwen dat ze het gaan oplossen. Ja, ja, nee, ik ben het daar absoluut met u ineens. En ook het concept dat wat er nu moet gebeuren op politiek vlak unprecedented is. In de zin van zoiets groot en radicaal is bijna nog nooit gebeurd. Daar heb je helemaal gelijk aan. Ja. Dit is nog nooit voorgekomen, ja, dat de mensheid voor zo'n vraagstuk staat. Ja. Het doet denken aan een wereldoorlog. Een wereldoorlog is ook zoiets groots. Maar dit is nog groter. Ja. Want de hele wereld moet meedoen. Maar wij zijn de eerstverantwoordelijke. Ja. Met onze rijkdom, met onze technologie, met wat we allemaal hebben aangericht. Exact.